Alexander Numan, dierengek. Zet de tijd eens 2 eeuwen terug. En jij bent student. Er is geen internet, er zijn nauwelijks boeken. Dus wat kunnen docenten doen? Dicteren. En de studenten schrijven op. En dan krijg je les van... Alexander Numan. Numan werkt eerst als plattelandsdokter in Oost-Groningen. Hierdoor ziet hij veel dieren. Dieren met ouderwetse ziektes als kwade droes, longziekte, miltvuur, hondsdolheid, runderpest en mond- en klauwzeer. Zijn interesse is gewekt. Numan stort zich op de diergeneeskunde en wordt als hoogleraar naar Utrecht gehaald. Hij geloofde in praktijkonderwijs. Studenten moesten het pathologisch kabinet bestuderen op een bonte verzameling ziektekundige voorwerpen. Ook oefenden ze verloskundige handelingen op een kunstkoe of paard. Een zogeheten fantoom. Niet alleen noteren, maar ook doen. In die tijd ontstaat de eerste en nog steeds enige opleiding voor dierenartsen aan de Universiteit Utrecht. Koning Willem I beloont dat met een zilveren schaal. Numan is er hoogleraar en later directeur. Veel objecten uit die tijd zijn bewaard gebleven en worden beheerd door het Universiteitsmuseum. Zelfs de zilveren schaal.